Maar hier begint dus zometeen de Europese lancering van de Asus Padfone 2. De tablet met geïntegreerde smartphone. Het blijven IT'ers, hè, Asus. Ze kiezen dan een van een foeilelijk gebouw. In zo'n mooie stad als Milaan. Zonde. Maar we komen hier ook eigenlijk natuurlijk voor de Padfone. En niet voor Milaan. Hoewel. Zoals je kunt zien is het bijzonder groot toestel, 4,7 inch. Erg strak ontworpen. Hij is een beetje wichtvormig, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er een quad-core processor in zit, een 13 megapixel camera, Sony camera. Dus er zit behoorlijk wat nieuwe technologie in. En hij is natuurlijk ook zo ontworpen dat hij goed in de pad past. Die pad is eigenlijk niet meer dan een groot glanzend zwart scherm, zolang je de phone er niet in stopt. Een van de leukere dingen is dat als je het toestel erin stopt, dat de pad vrijwel direct het scherm weergeeft wat je op de telefoon aan het bekijken was. Nou, de padfoon gaat makkelijk in en uit de tablet. Het is wel belangrijk dat als je hem op de kop houdt, dat hij er dan ook niet natuurlijk meteen uitvalt. Daarvoor heeft deze meneer van Asus even een shake and bake gedaan. En zoals je ziet blijft hij netjes zitten. Wat natuurlijk ook nog belangrijk is om te weten, wat gaat die kosten? iPhone kost tussen de 650 en de 800-900 euro. Galaxy S3 rond de 550 euro. Galaxy Note 10.1 kost ook zoiets rond de 550 euro. Ja, de CEO van Asus kwam met een prijzenkaartje en daar stond op 799 voor de 32 gigabyte versie. En 899 voor de 64 gigabyte versie. En dan had hij dus over de Padfone. Maar, dat is natuurlijk redelijk prijzig. Maar zei hij ook daarbij, voor dat geld krijg je de pad, dus de tablet, erbij. Dus, met andere woorden, de 32 gigabyte versie kost 7,99. Dus compleet, zoals je hem hier dus ziet. En de 64 gigabyte versie kost 8,99. Adviesprijs natuurlijk. Wat zeker nog even de moeite van het vermelden waard is, is de accucapaciteit van de Padfone 2. De Pad tablet heeft 5500 mAh accu en de phone een 2100 mAh accu, ruim. En samen goed voor 27 uur aaneengesloten video kijken op de tablet. Niet verkeerd, of 48 uur bellen voor degene die dat nog doet. Ja, of die echt door veel mensen gekocht gaat worden. Je krijgt natuurlijk voor 899 64 gigabyte versie met alles erom en eraan. Maar of je dat echt... Het is natuurlijk best prijzig. Als je echt op zoek bent naar een smartphone en een tablet. Hè, als je die samenkoopt, die je wilt high-end, quad-core met alles erom en eraan. Een 10-inch tablet. Dan ben je natuurlijk veel meer kwijt dan 899 euro. Dat is een ding wat zeker is. Maar goed, het zal moeten blijken hoe de Padfone 2 het in Nederland gaat doen en wanneer die gaat komen.